Vreselijk. Nou ja, goed. Willem van Oranje dood. Maar kijk, toen kwam zijn zoon Maurits. Ach. En dat was mijn makker. Samen hebben wij het land groot gemaakt. Hij deed het leger en ik deed staatszaken. Maar wat deed jij dan, Johan van Oldenbarneveld? Nou, ik zette de handel op, hè. Op Indië, op de Oostzee. Ik regelde feitelijk alles. Maar hoe werden we dan rijk? Van de handel. En van de rijke buitenlanden. Pardon? Wij waren tolerant. Mm-hmm. En iedereen was bij ons welkom. Vooral de rijke buitenlandse vluchteling. En die kwam dan ook van heinde en ver met zijn goud en zijn kunst en zijn wetenschap. Oh, gaan we even naar kijken. Oh, waar is ons land toch vol? Ja, je kan je kont niet keren. Van heinde en ver komen ze naar ons. Maar we zijn dan ook het meest tolerante land van de wereld, hè? Van overal komen ze. De Joden uit Portugal, de protestanten uit Antwerpen... en van overal komen de katholieken, de lutheranen, de calvinisten... de remonstranten, de wederdopers. Maar dat is toch helemaal niet erg? Oh, nee. Pikken ze onze banen niet in? Pakken ze onze huizen niet af? Wel, nee. Dat is alleen maar in ons eigen voordeel. Die mensen, ze brengen geld in het laadje. Ze brengen verlichting, kunst, ontwikkeling, maar vooral handel. Oh, dus die tolerantie is eigenlijk in ons eigen belang? Jazeker. Waarom zouden we het anders doen? Ja. Wij verdienen eraan. Maar zeg niet te hard, want anders worden al die landen om ons heen ook tolerant. En dan gaan die mensen met hun handel daar naartoe. Ja, oké, dus zij blij, wij blij. Iedereen blij. Mooi, hè? Tolerantie. Heel mooi. Wat is het fijn om tolerant te zijn. Zal ik er voor jou ook eens killen? Oh, doe maar lekker.